Hallo iedereen, mijn naam is Steun en welkom bij het programma Dirty to Flirty. In dit programma gaan we een kijkje nemen in de smerigste studentenhuizen van Breda. Deze gaan we omtoveren in een prachtig mooi paleisje. Vandaag gaan we kennis maken met Sanne. En Sanne woont uiteraard in een smerig studentenhuis hier in Breda. Natuurlijk ga ik mijn eigen handen niet vies maken. Daarom heb ik de hulp ingeroepen van Tineke. Hoi! Tineke, mijn super clean tips krijg je alles schoon. Tineke is a cleaning lady at NHTV. She has been cleaning for more than 3 years. Every day, she and her team clean up the NHTV building from head to toe. Cleaning is her passion, and we are lucky that she is willing to assist us with cleaning the student houses. Met mijn passie ga ik ieder studentenhuis van dirty to flirty. Nou Tineke, wat heeft je eigenlijk toegezet om te gaan schoonmaken? Ik ging ooit gewoon een café van opa en oma en opa was kwak uit de broek. Ja? En dan deed ik voor oma altijd de bar helemaal opgepoetst en dan kreeg ik een bandenchocolade. Oh, maar dat was dan natuurlijk de bar. Nou, wat vak je dan hier in een studentenhuis? Ik denk het heel godsdorp. Ja? Heb je ooit eerder een studentenhuis schoongemaakt? Nee, nog nooit. Ik heb veel gedaan, maar nog nooit een studentenhuis. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Nou, het is aardig fris, dus laten we snel naar binnen gaan. Hoi Sanne. Nou, kom maar binnen. Graag. Nou, Sanne, hoe ben jij hier in Breda gekomen? Nou, ik ging hier studeren, media en entertainment management. En de reistijd vanaf thuis die was te lang. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar een studentenhuis en sindsdien woon ik hier. En hoe is het in zo'n studentenhuis leven? Nou, het is wel superleuk. Altijd een feestje eigenlijk. Ja. Ja, dat is eigenlijk wel te merken aan de troep. Hoe kan je zo leven? Ja. Dan merk je ooit dat de ene het niet heeft schoongemaakt en dan denk je makkelijk, nou, dan doe ik het deze week ook niet. Ja, in deze kamer te zien. Maar laten we de rest van het huis zien. Misschien valt het nog wel mee. Nou, de keuken is pas echt extreem. Jeetje. Ja. Wat een rotzooi. Sanne, hoe heeft het zo ver kunnen komen, hè? Ja, we hebben wel een schoonmaakrooster, maar... En hoeveel woon je hier? Met 4 meiden. 4 meiden nog wel? Ja. Dit zit in de koelkast, hè? Dat klopt. Nou, laten we mijn schoonmaakspullen maar pakken en maar starten. Ja. Dan zijn we hier zo klaar. Plan. Dan kan ik je gelijk wat tips geven. Die kunnen we wel gebruiken. Nou, dat gaan we doen. Kijk Sanne, ik heb wat mandjes meegenomen en voor de tips voor de studenten, lekker bij de Action kopen, goedkoop en heel eenvoudig te gebruiken. Kijk, volgende mandje. One of Tineke's golden tips is to clean up directly after use. She also recommends to separate your waste. Make sure you have a clean cloth and enough cleaning products to clean up your house. Thanks to Tineke and her tips, this house went from dirty to flirty. Look at all this space. A perfectly organized and clean kitchen will make cooking way more fun. And don't forget about the baskets. It gives your kitchen a clean and tidy look. Here is a tip on how to clean your teacups from dirty to flirty. Step 1.
Make sure you collect all your dirty cups from your room. Step 2. Squeeze some lemon juice or salt into a cup and rub it in till the stains are gone. Step 3. Rinse the cup with water. Now your cup is ready for another tea party. Before Tineke leaves, she noticed Sanne's bed was a total mess. And Tineke would not be Tineke if she didn't quickly fix it. Je begint natuurlijk met je kussen. Je pakt de onderkant vast. Kijk, hier kan je zeggen van, welkom in mijn kamer. Now it's time to chill and relax from a long day of cleaning. Nou, ben je blij met het resultaat? Zeker, een stuk beter zo. Mooi zo. En ga je het zo schoon houden? Ja, met tips van Tineke komt het helemaal goed. Mooi. Ben ik niet meer niks geweest. Zeker. Nee, bedankt. Dankjewel. Ja. Keep it clean, hè? Zeker. Doei. Dag. Dit was de eerste aflevering van Dirty to Flirty. Heeft jouw studentenhuis nou ook een schoonmaakbeurt nodig? Stuur een berichtje naar deze Facebook-link hier beneden. En misschien zien we jou wel de volgende keer. Tot de volgende aflevering.